Meneer SD is verdronken. Het is een meneer van 35 jaar oud en hij woont uitbreid in Paradijs 2, nummer 295. Deze meneer is omstreeks 8:45 verdronken in een kanaal voor zijn woning. Vroeg in de ochtend zat deze meneer met een vriend te borrelen in een winkel, niet ver van zijn woning. Nadat ze zich hadden te goed gedaan aan alcoholische dranken, begaf die meneer zich thuis. Onderweg naar zijn woning is hij komen te vallen in een modderplas waardoor zijn lichaam bemodderd was. Toen hij thuis is aangekomen, vond hij het nodig om een duik te nemen in het kanaal dat voor zijn woning langsloopt. Hij is toen erin gegaan of gesprongen en hij is niet levend meer uit het water gekomen. Hij is toen verdronken voor de ogen van zijn vriend. Het lijk is niet in beslag genomen? Nee, omdat het om een heldere case gaat, is het lijk niet in beslag genomen. Het is aan de familie afgestaan. En van hieruit condoleren we de familie ook met dit verlies.